Ondernemer Roy Burleson is zeer ingenomen met de behandeling die hij onlangs heeft gehad op de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis. Hij heeft daarom vandaag enkele medewerkers van de afdeling op een bijzondere manier bedankt. Burleson is op oudjaarsdag als gevolg van een infectie op de spoedeisende hulp beland. Hij is erg onder de indruk van de manier waarop het personeel hem heeft behandeld. Burleson zegt dat ook de goede zaken die gedaan worden door de SEH besproken moeten worden. Wij zijn een verwend volk. We willen alles op tijd hebben. Zoals je ook naar een restaurant gaat en je hebt honger. Want dat de man Purinjan die direct om steeds moet je direct aan rekeren. Whatever. Ik heb het heel anders ervaren. Nadat ik binnen ben toegelaten, heb ik gezien wat er hier gebeurt. En het was niet maals en prachtig. Ambulances kwamen van op en af. Oudjaar is het hier een hel. Het zullen wel meerdere dagen zijn, ik kom niet hier elke dag. Het is voor mij de eerste keer dat ik hier binnen spoedeisende hulp ben gekomen als patiënt. Ja, en ik heb het heel naar ervaren. Naar, maar ook heel goed. Ik wou die dag dat ik een camera bij me had om een reportage hiervan te kunnen maken. Eurydice Gottlieb, student verpleegkundige op de spoedeisende hulp, is verrast met de actie van Burleson. Ze is blij dat de patiënt tevreden is over de behandeling die hij heeft gehad. Verwacht natuurlijk. En we hebben zoals normaal hebben we hulp geboden op de SEH, zoals we het altijd doen. Van 1 januari tot 31 december. Dus het was eigenlijk geen speciale hulp, want ik kende die manier eigenlijk ook niet. Dus zoals we normaal werken, zo hebben we de zorg ook geboden. En natuurlijk vinden mensen het natuurlijk ook een beetje speciaal. Dus misschien daarom. Ja, want hij had het ook erover dat mensen vaak schelden. En niet begrijpen waarom ze moeten wachten en dat soort dingen. Maar ook dat nemen jullie mee, al het schelden en al die emoties. Ja, we zijn stressbestendig. En als patiënten of cliënten uitschelden, dan verwacht men toch niet dat zuster Gottlieb gaat uitschelden. Nee, dat gaat helemaal niet gebeuren. Dus mensen hebben misschien wel, zeg maar cliënten, waren een beetje boos, het lang wachten. Maar dat zeg ik, die drukte, het was druk die dag. Het was echt druk. Eurydice Gottlieb, student verpleegkundige op de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis. Ze is samen met twee andere collega's in de bloemetjes gezet door Roy Burleson, die erg tevreden is over de behandeling die hij heeft gehad.